Het schoolzwemmen in Tiel blijft voorlopig bestaan. Tot 2019 zijn er sowieso gelden gevonden om de benodigde budget van 75.000 euro te dekken. Het geld komt uit de pot van de zogeheten kleinsmagelden. Dit is eigenlijk bedoeld voor armoedebestrijding. De Partij van de Burgers kwam woensdagavond tijdens de begrotingsraad samen met ChristenUnie, ProTiel, Sociaal Tiel en OD16 met het voorstel. GroenLinks, CDA en uiteindelijk ook twee leden van de PvdA sloten zich daarbij aan.